Met wie hebben we vanavond hier het genoegen? Jan Gilians en ik ben voorzitter van de BLOS, bestuurscommissie lichamelijke opvoeding en sport van de gemeente Bonner. Want u was aanwezig hier bij de gemeenteraad, vanwaar de belangstelling? Nou, het is zo, wij hebben natuurlijk als BLOS, maar ook als politiek, zijn wij al jaren bezig met dit hele grote project op het Wolderik. Het is feitelijk begonnen door initiatieven van vooral Monika, die hier links naast me zit en die straks nog iets zal zeggen over het park, zoals dat ontstaan is. En we zijn toen in overleg met de politiek en de verenigingen, zijn we gaan kijken naar het Wolderik en wat kunnen we daar het beste betekenen voor zowel ouderen, jongeren, onderwijs als sport. Nou, en dat project was natuurlijk een gigantisch groot project. Het is eerst ontstaan door een aantal kunstenaars die een plan hebben bedacht voor het stuk in de buurt van het arrestantencentrum. Daar ligt een groot weiland en daar ligt die weg en die weg die zou ook nog verlegd worden. Nou, en aan de hand daarvan zijn we langzaam maar zeker verder gaan bouwen. En toen is vanuit de BLOS, toen nog onder de voorzitterschap van Popke ter Hoor, is het standpunt opgevat en dat heeft het college gewoon onderschreven dat wij een integraal plan moesten maken voor het hele Wolderik. Zowel dus voor dat park, het multifunctionele park, als de sporthal, als het zwembad. En nu, je hoort het vanavond in de raad, iedereen is ook heel enthousiast over het onderwijs. Dus een uniek project. Van de publiek Turine staat vol. Ja, die zat heel vol, maar die zat de vorige keer bij het politieke beraad, was zelfs de kantine hier nog vol. Dus een hele grote betrokkenheid hier in Bonn. Applaudisseren mocht u niet, hè? Nee, maar ja, ik ben... Kijk, mensen die mij kennen, die weten dat ik houd me altijd aan regels. Maar soms doe ik een beetje mijn eigen zin. En ik zag aan de politiek dat ze het heel fijn vonden dat we toch applaudisseren. Het mag feitelijk wel niet. Maar sporters applaudisseren altijd en juichen altijd als er een kleine overwinning boeken. Ik heb begrepen, u gaat nog een borreltje drinken? Wij gaan straks nog even met een aantal mensen naar het steegje. Dat wordt een klein beetje gewoonte. Maar we hebben dat ook verdiend met z'n allen, vind ik. Heel veel succes. Dank u wel. Ik vind het helemaal goed. Ja, ja. Ja, ja.